Soldaten, ik ben best wel een beetje aan het haasten nu. Want we zitten hier in FUT en je zou denken, wat is er aan de hand? Het is 7:05 en ik kon het nog net halen om snel de opname in te duiken. En last minute een La Liga Team of the Season Guaranteed pakketje vrij te spelen. Links in beeld zie je de timer langzamerhand aflopen. Nog 3,5 minuut heb ik de tijd om deze jongens hierin te leveren. Letterlijk, oh blak, had ik player picked en Fekir ook. Wel in verschillende type player picks. De rest eromheen allemaal gekocht. Het kwam neer op ongeveer 40k, denk ik. Eigenlijk is deze SBC een beetje overpriced als je echt alles gaat kopen. Maar weet je, 40k, dat valt nog te overzien. En Oblak ga ik dus niet gebruiken vanwege Schmeichel, die ik gewoon echt heel erg goed vind. En die uiteraard linkt met letterlijk iedere speler in het spel. Fekir is een toch wel degelijke kaart. Alleen uiteindelijk, ja, ik zie hem niet echt mijn eindteam of zo halen. Dus ja, en wie weet krijgen we hier gewoon Fekir weer uit terug. Ik hoop het niet. 7:03. We krijgen dadelijk het Bundesliga Team of the Season, waar ik zeker naar ga kijken. Maar eerst deze. Laat het een Argentijnse vlag zijn of een Nederlandse. Vlak voor 7:00. Een goede kaart, alsjeblieft. Wie kan dit zijn? Jordi Alba. ik ben helemaal aan het haasten, jongens. Ik kan niet meer rustig nadenken. Jordi Alba is een prima kaart. Ik zag Spanje. Ik dacht aan Jesus Navas, maar dat is een rechtsback. Dus wat? Jordi Alba, letterlijk een van de beste kaarten die je kunt krijgen, volgens mij. 93 rated. Jordi Alba met 95 pace. En hij moet eigenlijk wel in een team komen. Alba, hoe duur is die? Is hij 500k? Oké. Ik wist wel dat hij een soort van duur zou zijn, maar 500k is echt helemaal super ziek. Natuurlijk, het is een Barca-speler. De groene link naar onze GOAT, hier hangt hij, Leo Messi. In de vorige video kon je zien hoe ik dit weer van mijn team had gemaakt. Met dus toch Kaka in de basis en de groene link naar Romarinho. Maar als ik Alba ga gebruiken, dan moet ik even creatief worden. Lijkt me een 4-3-3 formatie het slimste, denk ik. Weet je, ik kom hierop terug, ja. Ik zal Alba alvast eventjes erbij zetten. Maar het is nu, je kunt het zien, klokslag 7:00. En de vorige keer dat ik zo mijn telefoon liet zien, viel mij op in de editing hoe vies dat scherm was. Dus als hij nou weer zo vies was, sorry, ik zal er proberen iets aan te doen. Daar is die Alba met zijn 95 pace, hoog normaal. Had hij nou nog steeds geen rijbewijs? Was toch het verhaal? Heel random dit, maar had ik een keer meegekregen van onze grote vriend Siert op Ziggo. 3-star, 3-star. Ja, niet heel bijzonder, maar wel een van de beste linksbacks in het spel. Iedereen die Alba ooit een keer heeft zien spelen, weet hoe snel die is. En dat zie je hier terug, 95 pace. Zijn schot is degelijk. Nou, hij heeft een prima paas, goede voorzet natuurlijk ook. 98 lenigheid en 92 balans is denk ik het allergrootste pluspunt aan deze kaart. Zeg maar mijn Zambrotta bijvoorbeeld is ook een hele goede back. Alleen hij mist een beetje de lenigheid en balans. Voelt dan wat zwaarder aan en zo. Alba is klein en dus heel erg wendbaar. Dus je kunt er heerlijk mee dribbelen en zo. Verdedigend weinig op aan te merken, behalve misschien zijn verdedigende inzicht. Wat dan maar 83 is. En dus de kracht. Slechts 72. Maar wel 99 stamina. Dus hij kan weer naar voren. En weer terug. En weer naar voren. En weer terug. En dan nog steeds zou hij voor de verandering nog een keer weer naar voren kunnen. En weer terug. Zoveel longinhoud heeft hij. En we moeten dus gaan kijken. Want waarschijnlijk gaat dan Shaw naar centerback. Linken we hem met de Engelse spelers hier. Met dan Messi hier. Fofana gaat dat denk ik uit. Want er zijn vrij veel mensen die Shaw sowieso op centerback spelen. Hè, linker centerback. Het is een beetje een chaotisch begin. Maar ik ben wel blij met mijn Alba. We gaan kijken. Ik mag aannemen dat wij nu een Woutje Weghorst gaan zien. Want hij had best een goed seizoen. Zit er niet tussen. Geen Weghorst. Dat vind ik raar. Geen Weghorst. Maar wel heel veel andere grote namen. En er is er eentje die bij mij meteen in het oog springt. En waarschijnlijk bij jou ook wel. Lacroix. De Fransman, ik heb geen idee wie het is. Maar ja, het schijnt een centrale verdediger van Wolfsburg te zijn. Die enorm snel is en 99 strength heeft. Plus gewoon prima verdedigende stats. Dus hij is nu extinct op 500k. Angelinho, oud PSV, is goed, maar niet zo sterk. André Silva, oud Milanista. Maar ja, gewoon te traag. Davies, geweldige linksback. Waarschijnlijk een van de beste, of de beste in het spel. Ik heb al Jordi Alba, dus wat mij betreft, ja, als ik hem zou krijgen is het leuk, maar hè, ik gun andere mensen wel een Davies. Ik kan vooruit met Jordi Alba. Sabitzer had een Team of the Year Honorable Mentions SBC die echt, nou, belachelijk overpriced was. Ziet er best wel oké uit, all around. Hummels te traag. Coman, snel, best goed.
wel een missende weak foot. Ik drop hier wat lines. Müller, high and average body type, dus niet bruikbaar. Wel een underrated speler. Neuer, goede keeper. Misschien wel de beste van de wereld. En ook in FIFA gewoon bruikbaar. Haaland, een van de grootste talenten natuurlijk ter wereld. Gewoon een machine op het veld. Hij is snel, sterk, kan geweldig schieten. En deze kaart zal ook leuk zijn om mee te spelen. Al is die, net zoals Müller, niet per se meta of zo, denk ik tenminste. Goretzka, box-to-box, top middenvelder. Kijk gewoon die stats. Alles boven de 90. Ik krijg er een beetje Team of the Season Nainggolan vibes van. Van enkele FIFA's terug. Kimmich had een Team of the Year. Die was volgens mij best goed. Deze lijkt me ook wel gewoon redelijk. Sancho, prima kaart. Leva, goed. Maar zal ook niet echt door de e-sporters gebruikt gaan worden. Dan eventjes de objectives en SBC's. Ik ben benieuwd of EA de goede lijn heeft kunnen doortrekken van het La Liga Team of the Season. Flashback Roussillon is een interessante keuze, want voor zover ik weet heeft er nog nooit een flashback in de objectives gezeten, tot aan nu. Waarschijnlijk is het een flashback naar zijn Team of the Season. Nee, zeg ik dat nou goed? Hij had een FUTMUS objective kaart volgens mij. Ik wou zeggen een Team of the Season objective. Een redelijk bekende FUT speler, zeg maar, in het echt misschien wat minder gewaardeerd, maar op FIFA is die vaak wel goed. Ook in starter teams en zo. Minimaal 12 wedstrijden. Je hebt er een week de tijd voor. Amiri, ik had al even gekeken op FUTBIN. En hij is puur fodder. Geen speler die je zult gebruiken in je elftal, normaal gesproken. Dan gaan we over naar de SBC's. Max Kruse. Nou, niet super duur, maar ook niet per se heel goedkoop of zo. Ja, is die goed? Ik denk dat het wel meevalt. Average body type heeft hij. 4-ster hoog normaal is wel gewoon goed. Nou, zijn pace is oké. Schot is goed. Paas is goed. Hij mist de lenigheid. Wel een beetje kracht. Maar ja, ik zou hem niet echt doen of zo. Flashback Douglas Costa daarentegen is iets interessanter voor de meeste mensen, denk ik. Ten opzichte van Kruse dan. Ook aan de dure kant. 86 rated squad. 84, 83. Ja, ik vind het dan weer relatief duur. Omdat hij toch geen weak foot heeft. En hij mist kracht. Composure en reactions zijn laag. Buiten dat trouwens, wel echt een goede kaart. Supersnel. Zijn schot is goed genoeg. Ja, finishing kun je nog boosten. Paas is prima. Zijn lenigheid en balans heerlijk hoog. Dus als jij van skillen houdt, kun je hem halen. Maar ja, ik zelf stuit weer op die weak foot eigenlijk. 2 SBC's en 2 objectives. We kunnen weer aan de slag met z'n allen. Dat over de content van deze mooie vrijdagavond. Ik ga nog heel eventjes kijken binnen mijn team of ik dan Jordi Alba echt op een makkelijke manier in kan verwerken. Ik denk dat dit momenteel het slimste is. Alleen Neres wil ik het liefste niet meer in de basis hebben. Want Romarinho, die vind ik beter. En eigenlijk Bailey ook. Maar is er überhaupt een manier waarop ik Romarinho nog basis kan krijgen? Misschien als ik zonder buitenspelers ga spelen. Maar dus ja, heel erg blij met Alba. Want gewoon een super simpele link naar Messi. Hoef ik me niet meer druk te maken over hoe Messi gelinkt wordt. Want ja, daar hebben we Alba voor. Bedankt voor het kijken weer. Vond je het leuk? Dan like hem even. En laat mij weten wat jij vindt van het feit dat Weghorst geen Team of the Season heeft. Hij zit wel bij Oranje nu. Tenminste in de voorselectie. Alleen hij verdient meer dan dit. Jee, jongens, kom op. Ik had graag met Weghorst willen spelen. Misschien nog een SBC. Dankjewel, like hem nog en dan zie ik je weer bij de volgende video. Houden we.